groot deel van Rotterdam-Zuid is onder de 27. Tijd voor een jongerentop. We gaan even Marco bedanken. Mag ik een daarvoor het applaus voor Marco Pastors. Zo'n 1000 jongeren kwamen bijeen in de nieuwe Luxor. Met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid wil de gemeente in gesprek komen met jongeren en hen informatie en advies geven op het gebied van school, werk en wonen. Maar hebben jongeren er ook echt wat aan? Ja, naar mijn gevoel heb je er heel veel aan, omdat je hier bij alles terecht kan. Je kan informatie vinden over allerlei verschillende aspecten. Dus tools thuis op straat, vrijwilligerswerk, hoe je nou een curriculum vitae moet maken, dit soort zaken. Dus naar mijn gevoel heb je er heel veel aan. Heb je er wat aan zo'n jongerentop als jongeren zijnde? Ja, veel. Ja. Wat vond jij het interessantste waar je wat aan hebt vandaag? Dat je voor jezelf moet opkomen. Want als je iets wil doen, dat je daar achteraan moet gaan. Ja, zoiets. En als jongere van Rotterdam, heb je hier nou wat aan? Ja, zeker. Ik ben namelijk op zoek naar werk. Ik heb een afgeronde mbo niveau 4 diploma. Ik heb stage gelopen bij KLM. Nou, helaas is er geen werk meer te vinden. Dus ben ik gekomen voor een baan. En heb je die hier kunnen vinden? Ja, ik ben eigenlijk net binnen. Ik heb al beneden wat gezien. Dus daar ga ik inderdaad wat mee doen. Ik heb flyers gekregen, e-mailadressen. Dus thuis ga ik er actief mee aan de slag. Ben je helemaal vrijwillig gekomen of moest je van school? Nee, ik ben vrijwillig hier naartoe gekomen. Ben je hier nou vrijwillig of moest je van school? Van school eigenlijk, aan de ene kant. Maar aan de andere kant mochten we ook zelf kiezen of we zouden willen komen. En ja, vrijwillig. Wanneer is deze dag geslaagd voor u? Als jongeren weten dat er voor hun extra wordt gezorgd, als ze zelf heel erg hard hun best doen om iets van hun toekomst te maken. Want er is voor iedereen een plek in Nederland om een goede toekomst te hebben. Maar je moet het wel vooral zelf doen. Alleen hier in Rotterdam-Zuid is dat toch een beetje moeilijker dan in de rest van Nederland. En die hulp, die regelen we. En we gaan er ook voor zorgen dat het verkeerde pad op gaan, dat dat veel harder wordt aangepakt. Dus jongeren moeten gewoon weten, met mij kan het goed komen, maar ik moet het wel vooral zelf doen. Op de infomarkt konden jongeren informatie en gesprekken krijgen over opleidingen, ondernemerschap, maar ook vrijwilligerswerk. Je staat hier nou al een paar uurtjes. Zijn jongeren te porren voor vrijwilligerswerk? Nou, wel als je erbij vertelt dat het een hele goede manier is om je cv iets zeg maar te pimpen in jongerentaal. Dus dat je met het doen van vrijwilligerswerk dat je heel veel werkervaring kan opdoen en daardoor meer kans maakt op een betaalde baan. Want doen heel veel jongeren vrijwilligerswerk in Rotterdam? Ja, er zijn heel veel jongeren die vrijwilligerswerk doen, maar sommige jongeren die noemen het geen vrijwilligerswerk. Die zeggen, nou, ik help af en toe bij de voetbalvereniging achter de bar, maar ook dat is vrijwilligerswerk. Ik ga daar in bussen met jongelui die dus interesse hebben om de haven van Rotterdam te leren kennen van dichtbij. Die leid ik met een aantal collega's rond en daar vertellen we over alle mogelijkheden, ook beroepsgericht, maar ook qua techniek, over alle mogelijkheden die er zijn. Is de haven een beetje populair bij jongeren? Nee. Wat zit er in de tas? Nou, er zitten goodies in en informatie over de meidenbeurs, Girls in the City. Laat zien wat erin zit. Oké, ik zal deze laten zien. Het is een flyer van de meidenbeurs die op 1 februari 2015 zal plaatsvinden in Ahoy. En daarnaast hebben we ook een goodie. Dit is een voorproefje. Wat is Girls in the City? Girls in the City is een evenement, een meidenbeurs die we gaan organiseren. Waarbij de meiden van 12 tot 27 jaar, het zorgt eigenlijk voor empowerment en zelfredzaamheid. Ja, dat is het eigenlijk. En we hebben stands, workshops en een open podium. En het is gewoon een hele gezellige dag voor de meiden en heel leerzaam. Je hebt een goodie bag, wat zit er allemaal in? Er zat niet zoveel in, het was alleen een tasje en een flyer. Maar die heb ik zelf gevuld met allemaal folders die ik hier kon krijgen. Oké. Okay. Ja. En ben je met een speciale reden naar de jongerentop gekomen? Ja, ik ben sinds kort mijn eigen onderneming gestart. Ever Beauty, dat is een beauty salon. En ik ben aan het afstuderen sociaal-pedagogische hulpverlener. Dus ik ben ook op zoek naar een afstudeerplek. En ik dacht, ja, hier kan ik mooi verkennen wat er allemaal op de arbeidsmarkt is.
Nou, het leek me wel leuk om gewoon meer kennis te doen over Zuid eigenlijk. Want ik woon hier wel, maar niet dat ik heel veel weet eigenlijk. En dat leek me gewoon leuk en gezellig. Maar heb je ook wat aan deze jongere top? Eigenlijk wel. Ik hoor nu zeg maar dingen die ik eerst zelf nog niet wist. Dus ik ben wel gewoon heel goed geïnformeerd over woonbronnen, bepaalde opleidingen op Albeda en Zadkine en de omgeving zelf. En wat we zeg maar doen als er iets is wat aangewerkt moet worden. Dus daar ben ik wel meer over geïnformeerd. En wat is het belangrijkste onderwerp voor jou als jongere waar je mee bezig bent? Het belangrijkste onderwerp waar ik mee bezig ben? Het is gewoon ja, naar school gaan en werken en gewoon bouwen op je toekomst. Want als je nu het zeg maar verprutst of verpest, dan heb je er later echt heel veel spijt aan. Dus dat lijkt me gewoon goed van, ga gewoon naar school, ga werken, doe je ding. En dan merk je gewoon later dat je er veel profijt aan hebt gehad. Waarom ben je hier? Ik werd door haar meegenomen. Ja, serieus, ik werd echt door haar meegenomen. Maar ik ben gekomen en ik heb wel informatie gekregen over bepaalde opleidingen. En wat ik ermee kan doen. En ik heb een paar stappenplannen meegekregen. En die me blijkbaar in de toekomst zullen helpen. Ja, want is de grootste vraag of het grootste onderwerp waar je mee bezig bent nu onderwijs? Ja. Heb je als jongere wat aan de jongerentop? Ik weet nog niet helemaal zeker wat het allemaal voor ons betekent. Dus ik weet niet echt of ik iets aan heb of niet. Ben je vrijwillig gekomen of moest je van school? Ik moest van school. We zijn wel net langs de universiteiten geweest. Van de kraampjes die er stonden. HBO en Erasmus Universiteit. Zelf heb ik er wel wat aan gehad. Omdat ik namelijk volgend jaar weer ga studeren. En ik heb wel wat informatie kunnen krijgen van de mensen die daar stonden. Dat wel. Wat zeg je, vrije keuze of moest je van school? Nee, we moesten van school komen. Dus het is wel een lesdagje minder. Dus vonden we niet erg, maar ik vond het op zich wel gewoon leuk hoor. Okay, dus je hebt er wel wat aan gehad? Ja, zeker. En ben je hoopvol naar de toekomst toe als jongere? Ja, zeker. Ik geloof zelf niet in hoop, maar laat me zo zeggen, ik ben een doorzetter. Wat ik hoop is dat jongeren duidelijk krijgen dat als ze zelf hun best doen, goede opleiding kiezen, hun huiswerk maken, diploma halen, dat ze dan geholpen worden om dat voor elkaar te krijgen. En dat het ook zo langzamerhand onmogelijk wordt om de verkeerde kant op te gaan. Dus dat je aan alle kanten steun krijgt, maar ook gedwongen wordt om voor iets verstandigs te kiezen en te zorgen dat je je eigen toekomst voorbereidt. Naast alle informatie en workshops hadden jongeren ook de kans op een meet and greet met burgemeester Abu Taleb. En een goed gesprek met wethouder De Jonge, die verantwoordelijk is voor het jongerenbeleid. Die jongen vertelde dat hij geen opleiding had, dat hij was weggestuurd op zijn school en dat hij nu al een paar maanden thuis zat. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Hij moet naar school. Ik ken overigens deze situatie, ik hoorde zijn naam en toen dacht ik, ja, daar heb ik inderdaad over gehoord. Maar hij moet gewoon naar school. En dat moeten we gewoon gaan regelen. En daarom gaf ik even mijn mailadres, zodat hij me even een mailtje kan sturen. Dan kan ik erachteraan. En is dit dan belangrijk voor u als wethouder? Hè? U gaat over jongeren. Om met jongeren ook daadwerkelijk in gesprek te kunnen gaan? Nou, u gaat over jongeren. Jongeren gaan over zichzelf. Maar dit is heel erg belangrijk. Want hier zit de toekomst van Rotterdam. En we willen met elkaar Rotterdam sterker maken. Een mooiere stad maken. Een betere stad maken. En daar speelt onderwijs een geweldig belangrijke rol in. En dan is het goed om naar jongeren te luisteren. Kijk, heel vaak gaan de gesprekken over jongeren. Hè? Dus met schoolbestuurders bijvoorbeeld, over wat we met onze jongeren moeten. Maar je moet natuurlijk het gesprek met jongeren zelf ook hebben. Van wat zouden we moeten veranderen? Zij weten als geen ander wat ze zelf graag in hun eigen situatie anders en beter geregeld zouden willen zien. Om die mogelijkheden die ze in zich hebben waar te maken. Wat was het belangrijkste onderwerp waar zij mee bezig zijn? Het belangrijkste waar zij mee bezig zijn is met hun toekomst. Hoe maak je een goede keuze voor een goede opleiding? Hoe zorg je voor een opleiding waar je later ook werk in hebt? Ik vond het belangrijk om aan hen de vraag te stellen. Wat zou jij nou doen als je voor een dag wethouder van onderwijs was? Welke beslissing zou jij nou nemen? En ze zeiden eigenlijk allemaal, zorgen voor net iets betere ondersteuning voor jongeren. Zodat ze het wel redden. Zodat ze wel de goede keuze maken. Wel die opleiding afmaken. Burgemeester Abu Taleb is bijzonder populair onder de jongeren. En de rij om met hem op de foto te gaan en vragen te stellen was groot. Kom dichtbij, want hij vertelt het namens jullie allemaal. Ja. Er zijn nog meer. Deze dame heeft ook een vraag. Hi, ik ben het afgelopen. Ik heb een vraagje. Ik ben 4 jaar hier.
Ik heb meneer burgemeester gevraagd hoe hij gaat om met discriminatie. Want ik ben zelf 4 jaar hier, ik ben allochtoon, ik kom uit Aruba. Ik heb een Nederlandse paspoort, maar toch, ik wilde kijken hoe hij omgaat met dat. Hij heeft tegen mij verteld dat je moet gewoon aangifte doen. Voor jezelf opgaan, voor jezelf opstaan. En gewoon mensen stoppen als je dat tegenkomt. En dat wil ik ook gaan doen. Mensen zeggen tegen mij, maar je kan geen goed Nederlands spreken of zo. Ja, maar ik ben nu pas 4 jaar hier, dus ik probeer mezelf toch te verdedigen. En dat, het is niet echt discriminatie, maar je voelt toch dat je niet echt welkom hier bent. Dat is het. Wat heb jij aan de burgemeester gevraagd? Ik heb hem eigenlijk niks gevraagd. Simpelweg een compliment. Ik vind dat hij een inspiratiebron is voor de jongeren, want hij is als 15-jarige naar Nederland gekomen. En hij is nu een burgemeester, dus dat is echt ons voorbeeld, zeker voor de Rotterdammers. En ben je speciaal voor de burgemeester gekomen of voor de hele top? Voor de top, want ik wil mezelf mijn grenzen uitbreiden. Ik wil meer bereiken met mijn leven, dat wil ik. Ben je hier nou specifiek om de burgemeester te ontmoeten vandaag? Of denk je, ik heb ook wat aan die jongeren top? Beide. Maar het eerste, om eerlijk te zijn, om de burgemeester te ontmoeten. Maar zeker ook door workshops en ja, je kan zoveel informatie eruit halen. Dat gewoon, je komt eigenlijk met een leeg hoofd hier naartoe en vol informatie terug naar huis. En dan nu even een vraag die ook vanuit de jongeren zelf kwam. Wie is die meneer toch die interviews geeft? Ja, hoe vroegen ze dat? Ja, ik ben Marco Pastors. Ik ben directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. En daarin zijn alle belangrijke instanties van Rotterdam-Zuid verenigd. Om met elkaar te zorgen dat het met meer mensen goed gaat. Dus veel minder mensen met een uitkering. En veel meer jongeren die een verstandige opleiding kiezen en hun opleiding wel afmaken. En ondertussen zorgen we er ook nog voor dat we hier veel meer betere woningen krijgen.